Hallo. Hallo iedereen. Welkom weer in een nieuwe vlog. Mocht je denken, zo, wat zie jij er moe uit? Ja, zo voel ik me ook echt. Ik heb het gevoel alsof ik vannacht maar 1 uur of zo heb kunnen slapen. Ik kwam gewoon niet in slaap. Dus, it's rough. Ik voel me rough. Ik zie er rough uit volgens mij. Er zit een kat in mijn enkel op dit moment te bijten. En ja, ik ga gewoon vandaag een beetje vlog voor jullie. Want ik ga weer de deur uit. Het wordt mijn allereerste event sinds corona. En het is helemaal in Amsterdam. Dus ik ben heel erg benieuwd. Spannend. Maar ik moet eerst heel even dit ventje aandacht geven. Want die zit echt in mijn enkel te bijten, hè vriend? Nou, Baba heeft net lekker eten gehad. Ik heb zijn kattenbak verschoond. Zij heeft brokjes gehad. Ze eet in de avond altijd echt heel veel. Dus meneer, jij hebt weer allemaal eten. Zeg eens hallo tegen de kijkers. Oh, zo. Zeg eens hallo tegen de kijkers. Jeetje. Ik kan niet eens scherp stellen die camera omdat je zo bewegelijk bent, vriend. Plof, daar gaan we. Nou, dit is echt onze ochtendroutine. 10.000 keer neerploffen, geaaid worden, achter me aanrennen, al die dingen. Kom hier meneer, jij hebt lekker je eten. Kijk eens, gaan we lekker eten. Dan ga ik ook eventjes mijn ochtend ontbijtje maken. Goedemorgen jongens. Hallo. Ja, hij komt echt altijd meteen achter me aan. Dan gaan we hier weer even lopen kriebelen. Gaat hij 10.000 keer aan de bank krouwen natuurlijk. Dat is onze ochtendroutine, hè vriend? Zo, huppatee. Ik ben inmiddels aangekleed, make-up gedaan, haar gedaan. Of nou ja, ik heb eigenlijk gewoon droogshampoo in mijn haar gedaan. Want ik dacht, volgens mij kan het nog wel eventjes. En ik ga vanavond weer sporten, dus dat scheelt. Dan kan ik daarna lekker mijn haar wassen. En dan is dit verder de outfit of the day. Maxi jurk. En hij is echt lang voor mij hoor. Van H&M. Ik heb mijn lage platform fams eronder. En dan heb ik ook nog eventjes mijn pantertasje. Dat was het. Ga ik zo ook de deur uit. Alright jongens, ik ben gearriveerd in Amsterdam. Je zag lekker mijn onderkin. Ik ga denk ik deze kant op. Ik ben hier nog nooit geweest. Maar ik geloof dat ik in dit gebouw moet zijn. Zo, en de zon schijnt inmiddels echt super lekker. Maar ik heb zelfs ook nog regen gehad. Dus ik heb alles gehad. Maar het zou vandaag heel erg warm worden. Dus vandaar deze lekkere flowy jurk. Zo, het is alweer even later en ik ben inmiddels alweer thuis zoals je kan zien. Ik heb me ook net eventjes omgekleed in een sportoutfitje. En toen bedacht ik me dat ik jullie niet meer heb laten zien welke schoenen ik heb mogen uitkiezen bij Nelson. Dus dat ga ik nog eventjes doen. Ik pak ze er eventjes bij. Ik heb gekozen voor een nieuw paar Dr. Martens. En ik heb eigenlijk al 2 paar, maar ja, je kan gewoon geen genoeg hebben van Dr. Martens, vind ik dan. 1, 2, tada! Ik heb gekozen voor dit exemplaar. Dit is de Pascal Bex, de 1460. En de Pascal staat bekend omdat het zeg maar wat soepele leer heeft. En dat had ik nog niet, dus daar was ik ook wel heel erg benieuwd naar. En ik heb ze al eventjes aangepast en ik voel dat inderdaad al, dus dat is heel erg mooi. En ik denk, ik weet niet 100% zeker, dat die bags gewoon ja, dit stoerdere ringetje is. En het leer dat wat meer een reliefje heeft. En ik vind dat het geheel echt heel erg stoer maken en daar hou ik wel heel erg van. En ik dacht dat dit wel een hele mooie combo is tussen de Jadens die ik al heb en de Monos. Ik denk dat dit een beetje echt ertussenin zit. Dus ik ben hier echt ontzettend blij mee. En ik kan niet wachten om ze te gaan stylen. Mocht je benieuwd zijn hoe ik ze ga stylen en waar ik ze allemaal mee combineer, dat komt allemaal op mijn Instagram account. En een hele kleine hint, volgende maand komt er een winactie. Yay! Nou, Larissa en ik die hebben echt een hele hoop, een aantal nieuwe items van Chiquelle. En we hebben het net eventjes neergelegd op de bank omdat de kleurtinten zo mooi bij elkaar passen. Kijk, dit zijn de items, we zullen ze... dit zijn de items, we zullen ze... Het lukt me gewoon niet. We zullen ze straks ook nog aantrekken, zodat je kan zien hoe het eruit ziet. Maar we waren een beetje in een neutral vibe, zo te zien. Dus laten we ze aantrekken. Larissa heeft hier trouwens al 1 van de items aan.
Nou, dit is het allereerste jurkje die ik heb uitgekozen. En het is een soort van lichtgeel kleurtje. En hij is echt heel erg vrolijk qua model door deze rusjes hier op de schouders. En eigenlijk ook een beetje hoe het hier is gedaan. En ik vind hem wel echt heel erg leuk. En ja, het zou natuurlijk niet Larissa zijn om natuurlijk te combineren met een paar sneakers. Of ik heb ook al Dr. Martens eronder gedragen. Dat vind ik er ook wel heel erg leuk bij staan. En er zit trouwens ook nog een onderjurkje onder. Dus hij schijnt ook niet meteen door. Maar met dit soort flowy jurkjes draag ik meestal nog van die... Van die strakke korte shortjes, zodat die niet omhoog wappert tijdens het fietsen bijvoorbeeld. Ik heb ook een jurkje aan en het is echt zo'n city dress, vond ik. Het is lekker hoog en hij is lekker over de top met een printje. Hier heeft hij ook nog van die franjes en dan is hij hier ook lekker zwierig zoals je ziet. Ik vind het echt zo'n heel leuk jurkje om aan te trekken als je ergens gaat eten bijvoorbeeld. Ik heb nu een riempje eromheen getrokken. Ik zal hem heel eventjes... afdoen, zodat je ook kan zien hoe het eruit ziet zonder. Zo, en zo is hij zonder. Dus het kan ook heel makkelijk zonder een riempje. Omdat hij dus hier van het elastiek heeft. Dan heb je nog steeds vorm. Ik vond hem wel echt heel erg cute. En het is ook vooral weer eens wat anders dan wat ik normaal draag. Gewoon lekker feestelijk. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Zo, en in dit lookje heb ik twee nieuwe items aan. Als jij een volger bent van mijn Instagram account, volg me via @laresverbon. Heb je misschien deze broek al voorbij zien komen? Want die had ik aan samen met een ander nude kleurig topje. En het is een beetje zo'n soort van ballonmodel. Dus hij is hier wat boller. En aan de onderkant loopt hij weer wat tapser toe. Ik heb hem wel even twee keertjes omgeslagen, zodat hij wat korter is voor mij. Maar ik vind het wel heel fijn om eens zo'n lekkere witte broek te hebben. Ik denk dat ik deze ook heel goed nog door kan dragen in de herfstperiode met een misschien wat donkere trui. Maar voor nu heb ik dit topje erop. En dit is echt een super lekker stretchy materiaal. Zij is heel lekker zacht. En ik vind vooral dit heel erg mooi. Oké, deze top is van Chiquelle. En ik vind hem echt helemaal fantastisch. Eigenlijk sowieso deze hele outfit met de docs er nog onder. Ik vind het heel erg leuk omdat dit stofje, die is zo lekker glanzend. En ik volg een Instagrammer, ze heet Angelica Blik, als ik haar naam goed uitspreek. Ze komt uit Zweden en ze heeft ook wel eens van dit soort topjes aan. Dat vind ik altijd heel mooi en chic en leuk staan. Ik hou gewoon wel heel erg van basics, maar dan net ietsje dat extraatje waardoor het toch een beetje opvalt. En door dat glansje, in combinatie met dat linnen, ik vind het gewoon heel erg mooi zo. En het volgende item is deze trui. Ik moet zeggen, het is wat het strakkere en kortere items dan ik misschien normaal laat zien in shoplogs. Maar ik vind deze ook wel echt heel erg mooi. En dit had ik ook nog echt niet in de kast liggen. En ik kan het ook wel echt een trui noemen, want het stofje is best wel dik. Ik heb het ook nu heel erg warm. Maar ik vind hem heel erg mooi. Ik heb hem weer gecombineerd gewoon met dezelfde witte ballonbroek van net. En het is een beetje een soort van faux wrap truitje. Want hij zit hier gewoon vast. Maar je hebt wel echt nog dat effect. En dan heb je dit bandje. Die is best wel lang. Dus die heb ik gewoon naar achter gedaan. Weer aan de voorkant gestrikt. Maar je kan hem ook eventueel naar de achterkant strikken. En ik vind het echt een heerlijk kleurtje. Ik vind hem vooral heel mooi met deze witte broek. Maar ik denk echt dat hij bij heel veel kleuren heel erg goed past. Nou, dan is dit vestje van Chiquelle. En ik vind deze echt fantastisch. Ik vind de fit heel erg mooi, want hij heeft een beetje van die wijdere vleermuismouwen. En het materiaal is gewoon lekker zacht. En de kleur is mooi. En ik heb er gewoon echt helemaal niks op aan te merken. Behalve dat hij gewoon helemaal is wat ik leuk vind. Ja, ik heb hieronder ook meteen een topje aan van Chiquelle. En ik heb hem nu aan in een normale outfit. Omdat het in principe wel zou kunnen. Maar dit is een sporttop en ik vind hem heel erg mooi. Het is een mooie kleur, het is een beetje, of het is taupe. En dan is hij hieronder een beetje, dat dit zo bij elkaar scrunched. En de achterkant is, even kijken hoor. Achterkant loopt zo, net als de voorkant. Dus eigenlijk zou het een hele mooie crop top kunnen zijn. Wat mij opviel is dat de stof is best wel stevig. Echt heel stevig, hij heeft denk ik twee laagjes. Dus hij schijnt sowieso niet door. Zorgt er wel voor dat hij ook wel een beetje warm is. En ik heb het snel warm. Ik heb het nu ook heel warm. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat zijn met sporten. Vanavond gaan Larissa en ik toevallig recyclen. Dus ik denk dat ik hem gewoon meteen aandoe. Zodat ik in dezelfde video ook aan jullie kan laten weten hoe ik het heb ervaren in deze top. Of ik hem te warm vind of niet. Of je zweet misschien heel erg gaat zien of niet. Ik verwacht van wel namelijk. Zo, wij zitten op dit moment bij Op Zuid. En dit is een hotspot die wij ook in ons
ons e-book hebben genoemd. Mocht je het gemist hebben, Larissa en ik hebben een Utrecht e-book geschreven met allemaal hele fijne tips voor in Utrecht. En we vinden dit een heel fijn plekje. Ik zal het even laten zien waarom. Het zit zeg maar wat verder uit de stad. Dus ik zou willen zeggen het is rustig, maar het is hartstikke vol hier. En je ziet hier dus water en het is gewoon heel lekker ruim opgezet en zo. Dus dat is heel chill. En de kaart is ook wel fijn. We hebben net wat lekkers besteld, dus dat komt straks aan. En ik kan niet wachten, want ik heb honger. Larissa wil hem nog even uitleggen. De IKEA die zit eigenlijk achter dat grijze gebouw. Dus dan, als je een beetje bekend bent met Utrecht, dan weet je misschien een klein beetje waar het is, yes. Ja, we zien soms hier wel mensen zwemmen en we zagen net ook subboards. Die zie je hier. Ik denk dat je ze kan huren hier. Dat is wel echt super chill. Dus sowieso is het echt fantastisch weer op dit moment. Ik denk hoeveel graden zou het zijn? 27 volgens mij. Het begint een beetje op te lopen op mijn benen. Echt, het is heet. Alright, eten is er. Dit is een lobster roll. We hebben een limonade met lauwels en framboos. En Larissa heeft de kroketten. En friet. En friet. Mm. Oh, ik had zo'n trek. Eet smakelijk. Het is bijna tijd voor Outdoor Recycle en daarbij ook meteen de ultieme test voor dit topje. Ik heb hier een bruine sport BH onder van H&M. Dat vond ik wel een leuke combo. En ik heb mijn korte broekje aan van Gymshark. Deze vind ik echt super chill. Ik heb er best veel vragen over gekregen, maar hij bevalt echt goed. Ik moet heel eerlijk toegeven, het is 27 graden buiten. Ik heb het nu al ontzettend warm, omdat deze stof best wel dik is. Dus goede kwaliteit, maar misschien ook wel heel erg warm. Dus we gaan kijken hoe lang ik hem aan kan houden. Maar ik heb er zin in. Ik vind het wel een hele cute combinatie. Ik ga eventjes naar een spiegel lopen, dan kan je het zien. Dan kan je het nu tenminste ook in een volledige sportoutfit zien. Kijk, het is toch wel heel erg leuk om een keertje een lichte top aan te hebben. Ik heb heel vaak zwart aan. Dit is BCAA. Ik heb hem een keertje gehaald en ik dacht... Ja, het is niet echt een must. Maar ik vind het wel lekker. Deze smaakt namelijk naar vruchten. Het is toch net wat lekkerder en zorgt ervoor dat je zou ervoor moeten zorgen dat je iets minder last hebt van spierpijn, bijvoorbeeld onder andere. Alright. En dan natuurlijk zelf een handdoekje mee. Alright, daar is Recycle Outdoor en een gezellig hondje zo te zien. En dan zit hier de Pinkpong Club, dus ze zijn er buiten, super lekker. En wat frisse lucht en hier is Laris. Hallo. We zijn echt goed op tijd. We zeggen dat we wat eerder moesten zijn. Nice, lekker shirt. Wat eerder moesten zijn. We zijn ruim op tijd. Ik hoop dat je het kan horen eigenlijk. We zijn klaar jongens. Tara ziet er best wel fris en fruitig uit nog, toch? Ja, maar ik heb wel echt gezweet als een gek. Je ziet helemaal niks. Nee. En hier zie je zelfs ook... Hier zie je een klein beetje... Ja, nu zie je het wel, dus dat is een beetje bezweet. Maar ik vind niet dat het opvalt. Zeg maar, het is niet duidelijk. Top zie je helemaal niks, hè? De top is echt helemaal goed. Helemaal sweatproof. Nou jongens, het was weer helemaal lekker. We gaan nu lekker naar huis. Hi jongens. En Larissa en ik zijn op dit moment aan het werk bij Serena. Hallo! Superleuk. Nou ja, we zijn inderdaad op dit moment niet aan het werk. We zijn aan het lunchen. En we zijn een beetje broodjes aan het maken, eitjes aan het koken en dat soort dingen. Wil je zelf bellen? Het is altijd heel erg gezellig. En de katjes zijn er ook. Kijk eens. Hallo. Oeps, hij zit zachter. Hallo. Oh, is het te zacht? Zo, het was hem weer voor vandaag. Het is 6 uur en het is ontzettend lekker weer buiten. Dus wij gaan lekker eruit. Ja. Chillen en weekend vieren. Yay! Nou, heel erg bedankt weer voor het kijken naar deze vlog op ons YouTube kanaal. En we zien je in de volgende video. Doeg! Doeg.